Goedemorgen, welkom bij Vlogmasdag 4. Het is vandaag donderdag. Het is mijn vrije dag. En ik ga mijn saus klaarmaken. Much needed. We hebben wel redelijk goed geslapen, maar Nox wordt gewoon elke nacht wakker. En dan belandt hij bij ons in bed, maar dan slaapt hij wel goed, dus we take it like that. Liever heb ik dat hij in zijn eigen kamertje slaapt, maar ja, oké. Ik geniet er ook wel van als hij bij ons slaapt natuurlijk. Dat is ook heel fijn en die zal dat wel niet voor altijd en eeuwig blijven doen. En hij heeft het duidelijk nodig 's nachts om bij ons te zijn. Dus ja, ik ga me dus saus klaarmaken zoals ik zei. Hier is Niels, goedemorgen. Goedemorgen. En ik ga vandaag met mijn collega Lize en Maven van Juf Maven lunchen. En ik heb ook een afspraak bij de psycholoog vandaag. En ik ga ook nog wat werk proberen te doen. Dus het dus wordt een druk, maar een leuk dagje. Oké, ik ga vertrekken. Eerst naar de psycholoog en dan door naar Hasselt. Het is echt zo koud buiten. Het vriest ook. Dus ik heb mij goed ingepakt. Ik ben aan het shoppen met juf Maven en Ella.Vive, ons Lieseke. Kijk eens, we zijn in de Juto, noemt dat. Anders moet je vertellen. Ja, ze geven gratis borstmassages als je wilt. Gratis, hè? Ah nee, niet gratis, hè? Hoeveel? Hoeveel wilt je geven? 50 per borst. Oh, dure vogels. Ik geef het dan voor 80. Ah nee, oh, dat is meer. 80 samen. Een goudfoliemaskertje daarop, hè? Oké, ik ben ondertussen terug. Het was heel fijn, heel gezellig. En ik dacht, ik zal even een haul doen van wat ik heb gekocht. Niks speciaal. Bedtime thee, throat comfort thee, want keelpijn en zo, dat komt weer al veel voor deze tijden van het jaar. En dan immune support thee. Nou, ik drink heel graag thee. Dus ja, zalig. Dan heb ik nog voor Noah zijn verjaardag een cadeautje gekocht. Deze vlog komt erna online, dus ik kan het laten zien. Deze van Pokémon, dat is zo Lego van Pokémon-achtig. Dat wou hij graag, dus bij deze. Dan heb ik voor Nox nog een hemdje gekocht. Ik ga het zo proberen te tonen. Wacht, ik ga van draaien. Voilà. Dit met zo wat kakkie groen. Zo'n flanellen. We hebben kerstshoot zaterdag. En ik dacht, dit gaat wel heel mooi zijn dan ook. Dan heb ik nog dit gekocht. Twee kerstboekjes, als ik ze eruit krijg. Bij Clavis, deze beestenboel. Arthur viert kerst. Echt zo'n leuk boekje. Dat is echt heel tof. Ik denk ook dat Nox dat heel tof gaat vinden om 's avonds te lezen. En Fien en Milo vieren kerst. Dit kan onderin zijn eigen boekenrekje, want er zijn pagina's die hem niet kan scheuren. Dat zijn zo hardere. Dat is ook heel tof. Clavis heeft trouwens echt een heel leuk winkeltje in Hasselt. En dan heb ik nog deze gekocht, ook voor Nox eigenlijk. Dat is zo'n ijzeren, dus die kan wel kapot natuurlijk, maar hopelijk niet. Die is van de Dille en Camille.
En daar kan hem zo 's avonds iets uit drinken of water of zo. Ik vond die heel cute. Ik dacht, tof om iets uit te drinken. Dan nog iets. Ah ja, een slaapspray. Voor op nacht zijn kussen. Dat is eigenlijk gewoon puur zo wat lavendel. Maar in de hoop dat dat helpt. Ik probeer het allemaal, mannetjes. 2 jaar al aan het proberen. Allee, ik krijg het er moeilijk uit met 1 hand. Deze. Kussenspray, beter slapen. Dat is hem. En die ruikt wel heel lekker. Ah, en dan nog een cadeau. Dat is voor bij zijn verjaardag. Ook van Klavis. Daar zit zo een verhaaltje in van dat muisje. Oh, ik kom niet op de naam. Die zo onder het bedje gaat kijken. Ja, ik kom er niet op, maar dat zal ik tegen dan wel eens laten zien. Trouwens, hoe mooi is dat inpakpapier? Van het wit visje. Wit klein visje. Ik vind dat echt heel mooi. Cute. Max en Niels zijn nu aan het spelen met de auto's. What you? Sorry, Milk. En ik ga eten maken. We hebben nog 1 HelloFresh over. Wel die met champignon roomsaus. Ik vind Niels niet lekker, maar oké, ik ga iets anders in de plaats van champignon roomsaus maken. Komt goed. Oké, food is ready. Niels heeft met saté saus. Ik met de champignonsaus ziet er niet uit, maar ik hoop dat het lekker is. Nou, ik eens even Bob de Baller aan het kijken in de zetel. Hij wil niet eten, dus even ontprikkelen in de zetel voor de tv. Voor we zelfs nog even met hem gaan spelen. Deze api gaat slapen. Matching pyjama's. Alleen niet echt, maar toch bijna. Nog een reel aan het filmen met mijn statief. Een reel voor het werk. Ah nee, niet voor mijn Instagram, maar voor Plabloem. Ja, schat, die mama is hier. Ga maar liggen, schatje. Mama is op de badkamer. Ga maar liggen. Ga maar op je kussentje liggen, schat. Nacht wil nog altijd niet slapen. Hij ligt er nu bijna een uur in. Maar het slaapt nog steeds niet. Dus Niels is mij even komen aflossen. Want ik wil mij nog douchen. Het is 9 uur nu. Ik wil mij nog douchen en ik wil nog iets doen voor mijn Instagram. Vooral mijn mailtjes eigenlijk. Want die ben ik al een paar dagen niet aan het doen. Ik stap in de douche en Max zijn fietsje staat in de douche. Dus ja, ik ga mij snel douchen. En dan ga ik een beetje mails doen. Leila, ga ik denk ik slapen op tijd. Bedje in. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik was net even naar het nieuws aan het kijken. Feeling so emotional. Want staakt het vuren in Gaza is gestopt en de oorlog is terug begonnen. Allee, terug begonnen. Ja, die was natuurlijk bezig, volop. Maar ze zijn gestopt met rust. En ze zijn terug bezig met bombarderen. Oh, ik vind dat zo erg. Echt waar, mijn hart. Ik vind dat echt. Ja, dan besef ik weer maar eens hoe fucking goed wij het hebben. Echt niet normaal. Ik heb zo met die mensen te doen. Ik kan me niet voorstellen als je daar leeft op dit moment.
Het is gewoon echt de hel. Het is echt de grootste nachtmerrie, hel. Ja, ik was net aan het kijken en het luisteren. En er zijn alweer zoveel doden. We zijn net begonnen en... echt. Ik vind dat echt oprecht zo erg. Mijn hart bloedt daar echt van. Ik vind echt, ja... Ik snap soms niet in wat voor een wereld wij leven en waarom dat zo'n dingen nodig zijn. En ik heb gewoon ook bang voor de toekomst, voor mijn zoontje natuurlijk en zo. Ik probeer daar ook echt aandacht aan te geven omdat ik dat belangrijk vind. Omdat ik het heel belangrijk vind dat we niet... onze ogen dicht mogen doen voor zoiets en doen alsof het niet bestaat. Ik vind echt dat we dat moeten weten. Dat we dat moeten delen. Ik vind het echt gewoon heel belangrijk dat ja, we niet gewoon oogkleppen opdoen en doen alsof zoiets niet bestaat. En ik heb mij daar dan ook in het begin al heel veel over ingelezen waarom dat er oorlog is en al die dingen, omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind om te doen. Ja, mijn petje. Maar ja, echt fucked up allemaal. Ik wou echt dat ik al die mensen, en vooral die kinderen, maar ook de mensen, kon helpen. Ja. Meer doen dan af en toe eens een bijdrage starten. Dat is wat ik al jaren doe en ik steun al jaren het Rode Kruis, al 3 jaar denk ik. En dan al 5 jaar Kom op tegen kanker, elke maand. En ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, hè. Ik wil dat gewoon doen met het centje wat ik over heb per maand. Dus ja. Maar oké, ik ga... een beetje positiever proberen zijn. En ik ga werken. Ik ga weer trekken. Ik heb opening, dus dat betekent dat ik om 9:30 begin. Hey Google! Stop de muziek! En ik heb denk ik opening met Lize vandaag. Met wie ik gisteren ook was gaan lunchen. Dus we gaan samen openen vandaag. Als ik geen opening heb, dan start ik om... 10. Ik ga vandaag snel een bolletje meenemen. Met chocola. Ik heb nog honger. En dan gaan we een dagje workie doen. En straks gaan we naar de lunchgarden. Ik heb ook wel zin in. Het is een croquette à volonté. En daar heb ik wel goed dingen. Ja, sorry, ik smeer echt veel choco op mijn boterham. Lekker. Gaat smaken. Oké, ik zie jullie waarschijnlijk strakjes. Doei. Thuis, het is 9 uur. Niels is nachts in bed aan het leggen. En we waren nog naar de lunchgarden geweest. Ik weet niet, als ik heb denk ik op mijn werk een mini stukje gefilmd van mijn werkplek. Voor wie nog niet bij Blabloem was geweest. Dat is echt de moeite. Dat is echt een prachtige winkel. En ik zeg dat niet gewoon omdat ik daar werk, maar ik zeg dat omdat ik het echt meen. Het is echt een prachtige winkel. En daarna zijn we nog naar de lunchgarden gegaan. Heb ik net gezegd, denk ik. Nu gaan we direct in de zetel. Ik hoop dat Niels 90 Days Fiancé wilt kijken. En dan gaan we slapen. Want ik ben moe. Maar we hebben nog zijn bed is anders gezet. Ik ben heel benieuwd als hij beter gaat slapen zo. We shall see, hè. Ik vrees ervoor ze, maar
Mensen zeiden zo van, je moet dat bed anders zetten, naar het noorden richten. Ik ga eens kijken, ook als ze in slaap aan het vallen is en Nina Niels aan het roepen is. Okay, maar de camera staat niet zo heel goed. Ik zie zijn gezicht eigenlijk niet. Maar ja, oké, is wel oké. Ik ben echt moe. Morgen vroeg ga ik shooten met Céline. Onze kerstfoto's shooten. En die heeft shooting days morgen. En we hebben ook een plekje. Het is heel fijn. Ik ga dan ook foto's maken van hun gezin. Die doen dat elk jaar, zij van ons. En dan doe ik ook van hun. En dan daarna een muffin. Niet aan de zetelkrab. Dan daarna komt de Sint bij Niels zijn papa, bij Nonno. Maar daar kan ik niet mee naartoe, want ik moet gaan werken. Dus ik ga voor het werk shooten en dan ga ik werken. Normaal moest ik zondag werken, maar er is ergens iets misgegaan in die planning. Waardoor dat ik zaterdag moet werken. Spijtig wel, want dan ga ik dat wel missen. En ze konden niet verplaatsen naar zondag, want de bompa van Niels, dus de va, die moet dus op zondag nog bij de andere kleinkinderen gaan, ook voor de Sint. Nou ja, oké. Het is wat het is. Ik vind het heel erg balen dat ik er niet bij kan zijn. Want ik ben echt zeker met die plannen te maken dat ik op zondag moest werken. Maar ja, oké, het is wat het is. Ik ga waarschijnlijk daarna wel nog door en daar dan ook frietjes en stoofvlees eten. Want dan maakt Niels zijn papa vers heel lekker. En dan... ja, is dat wat we morgen gaan doen. Ik ga nu 90 Days kijken hopelijk en dan slapen. Dus ik ga morgen waarschijnlijk nog een beetje verder vloggen. Goedemorgen, het is de volgende ochtend. Gisterenochtend hadden we geshoot met Céline. Ik denk dat ik dat wel gefilmd had. Allee, ja, een klein stukje gewoon. Vandaag is het zondag. Ik moet vandaag niet werken. Dus, en morgen ook niet. Dus voor mij is het weekend nu begonnen. En we gaan nu een Sint-ontbijtje doen. Sinterklaas is geweest. Dus heel fijn. Nox heeft al heel dit gespeeld. Dus 9:30. Hoe laat was ze wakker? 7:30 denk ik. Zoiets. En dan heeft hij heel dit gespeeld. Hij was heel blij. Nu gaan we lekker eten. Niels is naar de bakker geweest. Wup zit in onze boom staan nakken. Oké, ik wou Max zijn snoepjes en zo, alles wat hij had gekregen, wou ik graag opbergen. Dus ben ik maar ineens begonnen met heel die kast uit te mesten. Want dat was echt een... oh, waar is het nog? Echt een rommel. Oh. Dus ik ga die druk even uitvegen. De bovenste ga ik zelfs nog doen, maar zoals je ziet is er allemaal ingepropt. Muffin! Oh, Muffin gaat altijd in die kast. En dit komt er dus allemaal uit. Dus ik ga even opruimen. Dit heb ik al wat gedaan. Hier is een bakje met reepjes. Maar ik ga die misschien nog hierbij doen. En hier zitten echt koekjes. Dan nog één potje oatmeal. Maar dat kan ik misschien wel bij de oats zelf zetten. Bij de ontbijtkast. En hier zijn allemaal... ja, dat zijn zo rozijntjes of dadeltjes. Zo fruitsticks. En deze vindt hij echt zo lekker. Die verkopen we bij ons, bij Blabloom. In de winkel, maar ook online. Maar die zijn echt... ik heb die zelf al geproefd. Die zijn echt zo lekker. En er zit geen suiker in. Deze vond ik ook heel lekker. En je hebt ook appel. Die eet hem ook graag. Je hebt ook banaan en perzik. Maar hij heeft het liefst aardbeien en appel. Dus ik kan hem hier zo eentje uitgrabbelen. Eén keer per dag en kiezen wat hem daaruit wil.
Oké, dan. Ik heb van boven nog zijn koeken. Nog zijn snoep. Hier staat chips, chocola van ons. Nog snoep en koeken. Daar is rijst, pasta en conserve. En zo dingen om saus te maken en uitjes. Oké, mannetjes, ik ga hier deze vlog afsluiten. Ik ga me klaarmaken, want we hebben namiddag nog een Sinterklaasfeestje bij mijn ouders. Max is denk ik zijn eerste dut ooit aan het weigeren. Hij wil absoluut niet slapen, hij is super onrustig. Het is nu al... Oh, muffin. Het is, eens kijken, het is 1:30 al, dus hij ligt er al een uur in. Niels zit nu bij hem op de kamer, want hij wil mama niet, hij wil per se papa. Dus ja, nu lijkt hem wel even rustig te worden. Dus let's hope dat hem toch nog een uurtje of zo gaat slapen. Uurtje en een half, ik weet het niet. En ik heb tegen Niels gezegd, als hij binnen een half uur nog niet slaapt, ja dan hem maar mee naar onder te nemen. Net ging hem wel heel de tijd zitten, nu gaat hem wel al liggen. Dus dat is al iets. Oké, ik ga hier de vlog afsluiten. Ik weet niet of het een hele lange was, ik weet echt niet meer wat ik allemaal heb gefilmd. Maar hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. En ik zie jullie volgende vlog weer. Doei!